Goeiedag, leuk dat je kijkt naar films en series. Vandaag wat opvallend nieuws over James Bond, maar ook een mooie nieuwe release. Daarover is vandaag de gast, filmjournalist Marco Wijs. Marco, waar gaan we het over hebben? Ja, Borat, de Kazachstaanse journalist, is terug uit het gevangenenkamp. Die reist weer af naar Amerika en we gaan het dus over Borat 2 hebben. Alright, nou, dan James Bond, No Time to Die. De film was al twee keer uitgesteld naar inmiddels april 2021, tot grote teleurstelling van de fans. En het had voor velen nog veel erger uit kunnen pakken, omdat nu blijkt dat de filmmaatschappij om de tafel heeft gezeten met Netflix en Apple TV+. Apple zou een bod van zo'n $400 miljoen hebben gedaan om hem op hun streamingdienst uit te mogen zenden. Nou, gelukkig is hier geen akkoord over bereid. Nou, Marco, dat moeten we niet willen, toch? Nee, het zou James Bond direct streamen. Dat zou het failliet zijn van de bioscoop. Het zou het failliet zijn van de franchise, denk ik. Ja. Het zou zo zonde zijn. Dus ik ben heel blij dat dat niet is gelukt. Nou, goed. Dan wacht tot april. Ja, net uit is de eerste trailer van The Midnight Sky met George Clooney. Deze Netflix-productie gaat over een man met een baard die het Noordpoolgebied blijft en komt uit met de kerst. Ja, ik weet wat je nu denkt, maar in plaats van cadeautjes brengen, moet hij een ruimteschip waarschuwen niet meer terug naar aarde te keren, omdat er een enorme natuurramp heeft plaatsgevonden. We made a promise to our families. You want to be an explorer. Ah, come to my voice! But while you're doing all that, your own life is just slipping away. That's why I have to contact them. Before it's too late. Marco, welkom. Hoi. Ja, het is al 14 jaar geleden, die eerste Borat. Had je hem aanzien komen, zo'n deel 2 ineens? Nee, eigenlijk niet. Maar aan de andere kant, Sacha Baron Cohen, die komt heel vaak onverwacht uit de hoek. Ja. Bij hem is alles mogelijk. En dit dus ook. Ja, nou, die eerste ging dan over dat hij uit Kazachstan een beetje een bekende tv-presentator gaat naar Amerika. Nou, uiteindelijk gaat hij achter Pamela Anderson aan. Weet ik wat allemaal voor bizarre dingen. Ja, de eerste film die was eigenlijk meer echt een verzameling sketches van iemand. Mensen die denken dat ze een beetje dommige buitenlandse journalist voor zich hebben en daar alles tegen durven te zeggen. Ja. Het succes van die film was ook een beetje een probleem. Want iedereen wil, er hangen nu pakken met Borat of van Borat hangen in de feestwinkel. Dat zie je ook in deel 2. Dus hij kan niet meer echt een soort anoniem en incognito daar binnenkomen. Want de meeste mensen kennen Borat. Ja. Dus daar moest hij een weg omheen verzinnen. Het verhaal is een beetje dat hij 14 jaar in een werkkamp gezeten. Een strafkamp, omdat hij vorige keer zijn taak niet goed heeft volbracht. Nu wordt hij door de Kazachstaanse regering uit de strafkamp gehaald. Toch weer de banden met Amerika te verbeteren. Hij moet een aap, de bekendste pornoacteur van Kazachstan, moet hij gaan aanbieden aan de Amerikaanse regering. Die aap is een pornoacteur? De aap is Kazachstan, hè. De aap is een pornoacteur. Oké, ja, precies. Die moet hij gaan aanbieden aan de Amerikaanse regering, aan een republikeinse politicus. Voordat hij dat doet, gaat hij nog eventjes langs een dorp, waar zijn zonen helemaal niks meer van hem weten, maar waar hij ook een dochter blijkt te hebben. En die dochter wil eigenlijk heel graag mee naar Amerika. Dat kan helemaal niet natuurlijk, want de dochters zijn in Kazachstan, tenminste in de versie van Sacha Baron Cohen. In Kazachstan tellen dochters helemaal niet mee. Oh ja. Dus ze mag niet mee naar Amerika. En ze smokkelt zichzelf toch die kant op. Ja, en dan gaat Borat 2 los. Got somebody that's strapped to the top of your car. So he's in that passenger seat, boss. Only men and bears are allowed inside car. I'm here to give my daughter as a gift to someone close to the throne. I need dress with real sexy peels. This is a bag that just goes over the dress. They're nice. I really like this. Hij komt natuurlijk op een heel curieus moment uit, vlak voor de Amerikaanse verkiezingen. En daar was ook nog wel het een en ander om te doen, toch? Ja, nou kijk, de film is schaamteloos politiek incorrect, schaamteloos politiek en schaamteloos eigenlijk op alle vlakken. Die dochter, die totaal verwilderd is, moet een beetje klaargestoomd worden om een leuk cadeautje te zijn voor Michael Pence, hè, voor Mike Pence. Ze willen hem aan vicepresident Mike Pence aanbieden. Dan gebeuren er allemaal dingen. En wat het grappige is, dat je niet precies weet wat nou geacteerd is en welke mensen er gewoon totaal geen idee hebben dat ze in een film zitten. Let us present Sandra Jessica Parker Drummond. I want this one with the baby on it. I have a baby inside me. Can you take it out? No, we cannot. That's not what we do here. I feel bad because I was the one who put the baby in her. De actrice die zijn dochter speelt, is een Bulgaarse actrice, Maria Bakalova. Ze is 23, maar ze speelt een meisje van 15. Dat doet ze heel erg goed. While the risk of coronavirus remains low, as the president said yesterday, we're ready for anything. Michael Penis,
I brought the girl for you. Er zijn ook gewoon nieuwsberichten van dat er een raar iemand die zich had uitgedost dat Donald Trump op die conventie hier terecht kwam. Nou ja, nu blijkt dus dat hij dat was. Dat was. Dat is nauwelijks meer een spoiler te noemen, want het was veel in het nieuws. Want dat hij dus Mike Pence. Dat heeft hij dan niet echt gered, maar wel de advocaat van Trump, Rudy Giuliani. Ja, Rudy Giuliani is natuurlijk sowieso al een omstreden figuur. Hè? Ja. Hier wordt hij dus geïnterviewd door die inmiddels tot een knap meisje getransformeerde dochter. Van 15, denkt hij? Van 15. Ja, dat is niet helemaal duidelijk in de film. Dat is helemaal duidelijk. Maar het is wel duidelijk dat hij met een heel jong meisje zit. Ja. Die zegt, dit is de eerste keer dat ik het doe. En zit ze samen in de hotelkamer. Nou, en dan gebeurt er allerlei dingen. En uiteindelijk gaat hij met haar mee naar haar hotelkamer om wat te drinken en zijn zender af te doen. En dan gebeuren de dingen heel fout. Ja, heel fout. Ja, ik bedoel, hij zegt, ik deed gewoon mijn zender af. Nou, als ik zo mijn zender af ga doen, dan mag je me direct afroeren. Ja, en ik las stukken dat hij ook zijn hand in zijn broek had en allemaal een beetje dubieus. Het was op het randje. Ja, ik weet niet. Nee, hij deed eerst zijn zender af en daarna zei hij, ik deed mijn hemd in mijn broek. Nou, als ik zo mijn hemd in mijn broek doe, 9, 10 keer, dan mag je hele andere dingen bedenken. Ja, precies. Heeft dat nog invloed gehad? Trump heeft nog gereageerd. En, de verkiezingen, volgende week is het zover. Ja, ik kan me zo voorstellen dat het nog wel wat doet, toch? Ik vraag het me af, eerlijk gezegd. Ik bedoel, echt tientallen miljoenen mensen hebben de film al bekeken. En dat, in de komende dagen zal dat nog alleen nog maar meer worden. Ja. Maar ik vraag me af of je met zo'n film eigenlijk bereikt wat je wil bereiken. Of misschien, ik weet helemaal niet. De film is vooral echt om buikpijn van te krijgen van het lachen. En dat had ik ook. Niet alles is even goed, maar er zitten gewoon zulke scènes in die zo over de top zijn, die zo ver gaan. Ja, die zo, ja, dat ik echt huilend van het lachen van de bank rolde. Het was thuis, ja. Dus dan kun je van de bank rollen. Maar de mensen die je misschien wel zou willen bereiken, namelijk de mensen die nog wel op Trump stemmen. Ja, die willen deze film helemaal niet zien. Want die horen wat van tevoren en die zeggen, oh, dat is weer een liberaal complot. En die gaan hier helemaal naar het kijken. Op dit moment zit iedereen zo in zijn eigen bubbel. Ja, want Trump heeft al gereageerd. Hij zegt, ik vind de griezel, ik heb hem nooit grappig gevonden. En maar daar had Sacha Baron Cohen ook nog op gereageerd. Die heeft nog een tweet uitgestuurd. Die zegt, Donald, ik waardeer de gratis publiciteit van Borat 2. Ik moet toegeven dat ik jou ook niet grappig vind, maar de hele wereld lacht wel om jou. Ik ben altijd op zoek naar mensen om racistische Hans Worst te spelen. En laat jij na 20 januari net een baan nodig hebben. Laat eens praten. Dat is natuurlijk grappig. Nou, of die baan nodig heeft, dan weten we natuurlijk niet. Ik denk niet dat je in een Twitter-discussie moet belanden met Sacha Baron Cohen, want ik denk dat je die verliest. Ja, maar goed. Ja, Trump die reageert ook altijd overal op. Dat is, Ja, precies. Nou, Giuliani heeft natuurlijk ook gereageerd. Hij zegt, het is allemaal niet waar en het is allemaal gefabriceerd. Maar het was een verborgen camera. Je ziet hem dat doen. Ja, nou ja, nogmaals, kijk zelf en bedenk dan hoe iemand op die manier zijn hemd in zijn broek doet. Ik weet het niet. Oké, maar goed, hij is lachen, veel ophef, maar daar komt natuurlijk onder een streep uit. Is hij goed? En zo ja, hoeveel sterren? Ja, hij is goed omdat hij origineel is en enorm schaamteloos. Er zijn wel eens wat dingen, wat missers. Niet alles werkt, maar wat wel werkt, werkt heel erg goed. En daarom geef ik hem heel graag 4 sterren. Okay. Leuk voor deze tijd, even een beetje lachen. Even weg. Hoewel, ja, je blijft toch hangen in de actualiteit, maar dan wel met een hele vette knipoog. Fijn. Dankjewel, Marco. En jullie natuurlijk heel erg bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week.